Donga houdt in de gaten of er niemand te vroeg in zal lopen. En Kwanza kan het duel gaan beslissen in het voordeel van Heracles. Wordt het Kwanza of is het een redding van Roorda? Nee, Kwanza zet Heracles op 2-1. Prima en 1-0. De waarschuwing die Twente hiervoor kreeg was kennelijk niet besteed aan de verdediging. Want Heracles opent de score via Kwame Kwanza. Biseswar op snelheid langs Van Buren. Nu moet de voorzet goed zijn. Die is dat ook en dan is het raak. Het is 1-0 door Kwame Kwanza. Heracles pakt de leiding. Looms. Lakic. Kwanza. Intelligente bal. Looms. Houdt overzicht. Bereikt Lakic niet. Kwanza. Trapschopgebied in. Doe het Kwanza. Ja, het is 1-0 voor Heracles. En wat hebben ze ervoor gestreden. Dolle vreugde bij de toeschouwers in het Polmanstadion. Hoekschop komt hoog. Zo geeft hij aan. En weer komt niemand eraan. En het is een doelpunt. Het is een doelpunt van Kwanza. Kwame Kwanza raakt als laatste de bal aan. 1-0 Heracles. En het kale koppie krijgt weer een kusje. Maartens. Meneer Lom laat Douglas even gaan. En dan is het ook meteen gevaarlijk. Bijna de kans. Hier is de kans. Oh, mooie goal zeg. Kwame Kwanza scoort. En dan staat het dus 2-0. Kwanza. Nou, kan het ook nog een keer proberen van 20 meter. Kwanza, geplaatste bal. Jawel hoor. Over Kujovic heen. Ja, zijn kracht is verdedigen. Kwame Kwanza. Maar zo af en toe een goal. Is toch mooi meegenomen. Hoekschop voor de thuisploeg. Hier laag op zoek naar Overtoom. Niet echt vol geraakt, maar het is toch nog wel gevaarlijk. En Kwanza maakt er 2-0 van. Hij dus al belangrijk bij de 1-0 met dat hakballetje op Duarte maakt er nu 2-0 van. Kwame Kwanza. Zo speelt VVV een kansloze wedstrijd hier in het Polmanstadion. Is het zelf absoluut nog niet gevaarlijk geweest en staat het vlak voor rust met 2-0 achter. Onterechte strafschop toegekend door Wiedemeijer. Het is heel snel en moeilijk te zien. Hij heeft geen beelden, daar hebben we al meer scheidsrechters over gehoord dit weekend. En achter de bal Kwanza. En die maakt hem wel. 1-0 Heracles. Het is nauwelijks verdiend. Maar de voorsprong wel voor de thuisploeg.